Welkom bij alweer de derde StayFit Judo Training vanuit Hoogvliet, Rotterdam. En zoals we de vorige keer begonnen zijn, ga ik vandaag weer de winnaar bekendmaken. En de winnaar krijgt weer een mooi Judo Vlaanderen t-shirt toegestuurd. En de winnaar is Sita van der Wallen. Dus Sita, daar volg ik voor jou een t-shirtje aan. En je krijgt bericht vanuit Judo Vlaanderen om je gegevens door te geven. En dan krijg je een t-shirtje. Oké, vandaag de training. Melchior, kom er weer bij. De eerste oefening, we joggen op de plaats. Daar gaan we. Ik ga weer op mijn vertrouwde plek staan. Oké, en de eerste oefening van vandaag. We gaan zo meteen versnellen op de plaats. 3, 2, 1, daar gaat hij. 10 seconden. En jog weer door. Oké, goed zo. En de tweede 10 seconden. 3, 2, 1, daar gaan we. 10 seconden, kom aan. Oké, en jog weer door. Daar komt hij zo meteen de laatste 30 seconden versnellen. 3, 2, 1 en go. Daar gaan we. Vijf, vier, drie, twee, één en jog weer door. Oké, de volgende oefening. Ik ga zo meteen stap, hup, en ik ga terug. Stap en weer terug, daar. En dat doe ik 10 keer. Oké, 3, 2, 1, daar gaat hij. Stap, hup, hup, hup. En 10. En we joggen weer door. Heel goed. En de tweede keer. Klaar. Go. Daar gaat hij weer. Stap. Hup. Hup. Oké. Keurig. 10 keer. Hè? En hetzelfde als bij de eerste lockdown. De serie trainingen. Mocht je ergens last van krijgen. Of schiet er ergens iets in. Stop dan gewoon eventjes. En kijk of je daarna weer mee kan doen. Het heeft geen zin om met echt iets, als je iets hebt, om dan door te zetten. Natuurlijk moet je doorzetten, maar als het echt niet gaat, kun je gewoon eventjes aan de kant. En de derde keer. Klaar. En go. Daar gaat hij. Oké, keurig. En de laatste oefening van de staande warming-up is de burpee. Ik spring omhoog. Ik zak een keer door mijn armen. En dat doe ik 5 keer. Oké, 3, 2, 1, daar gaat hij. Op, je zakt door en gelijk weer door. Yes. 3, 4 en 5. Oké, we joggen weer verder. Perfect. Probeer echt thuis het plafond aan te tikken. Hier hebben we een heel hoog plafond. Klaar, go, de tweede keer. En omhoog, juist. En 5, keurig. En we joggen weer door. Doen we zo meteen nog 1 keer. En Melchior, je mag een klein beetje naar voren. Klaar en go, daar gaat hij. 5 keer. Oké, en we joggen weer verder. Oké, dan gaan we vandaag ook gebruik maken van een fles half gevuld met water of iets anders. Maar goed, wij hebben water. Het is niet om op te drinken, dus om de oefening te doen. Dus water is prima. Oké, de eerste oefening. Voor de romp, we gaan liggen op onze rug. Mag je hoofd naar de zijkant. Benen omhoog, armen bij je hoofd. Dan gaan we 10 seconden gaan we aanspannen. Dan pak ik weer de timer erbij. 10 seconden en daarna gaan we 20 seconden kort onze buikspieren aanspannen. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Yeah.
Dus we houden vast, zijn rug is bol. En vanaf 10 seconden, ja, daar gaat hij. Korte stukjes, kort, 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 kort. Juist, zo ja. Gaan we door, gaan we door. 20 seconden. Drie, twee, één. Oké, daar komt de fles. We pakken de fles vast. Mag je je benen naar de camera? Ja. De voeten zijn zo meteen los. En dan ga ik van boven ga ik draaien. 30 seconden. Drie, twee, één. En go, daar gaat hij. Heel goed. Je ziet, je benen mogen meedraaien in tegengestelde richting. Nog 15 seconden voor deze oefening. Als je nou melk in je fles hebt, heb je dadelijk slagroom. En nog 5 seconden. Kun je de training leuk afsluiten. Oké, keurig. We gaan verder. Oefening 3, de plank. Ik kom staan op mijn ellebogen. Mijn lichaam is zometeen helemaal recht. Nog 5 seconden. 3, 2, 1 en daar gaan we. Dus probeer je lichaam recht te houden, niet in een hoek omhoog. Je hoofd is in het verlengde van je lichaam. Keurig. Hou vol, nog 10 seconden. Het kan best zijn dat je lichaam een beetje begint te shaken of te bibberen. Probeer toch vast te blijven houden. Oké, en de laatste oefening is met de fles, de buikspier. Ik heb een vast onderfles, ik ga omhoog en ik kom ermee omhoog. 5 seconden nog. 3, 2, 1, daar gaat hij. 1, op, juist. Heel goed. Als je omhoog komt, heb je een bolle rug. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, keurig. Oefening 1. Oefening 1. 10 seconden aanspannen en 20 korte buikspieroefeningen. 20 seconden dan, hè. Klaar en go, daar gaat hij. Yes, korte stukjes omhoog. Heel goed. Je ziet, Melchior houdt zijn rug goed bol. Zijn hakken blijven op kniehoogte. Nog 5 seconden. 5 seconden. Oké, keurig. Oefening 2, daar gaat hij. Met de fles, voeten zijn los. En 3, 2, 1, daar gaat hij weer. Heel goed. Het kan zijn dat je je buikspieren wat gaat voelen. Perfect. Als de oefening echt te zwaar wordt, mag je ook je benen neerzetten. En dan draai je vanuit je bovenlijf zonder dat je benen los zijn. Nog 5 seconden voor deze oefening. Oké, we gaan door naar de plank. Nog 10 seconden. En start, daar gaat hij. Je lichaam is nog steeds weer recht. Goed je bekken kantelen, niet wegzakken met een holle rug. Tien seconden nog. Hou vol, hou vol, hou vol. 3, 2, 1. Oké, we pakken weer de fles erbij.
We proberen onze benen gebogen te blijven houden. 5 seconden. 3, 2, 1. Daar gaan we. En op, juist. Keurig. Blijf volhouden. Probeer het tempo van Melchior mee te blijven doen. Nog 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. Oké, perfect. Nou, nog 1 rondje voor de buikspieren, voor de romp. En dan zijn we warm, dan zijn we klaar om te starten met het echte werk. 10 seconden, buikspieren aanspannen. Daar gaat hij. Benen gaan omhoog. En 10 seconden, hou vast. Oké, korte stukjes. Drie, twee, één. Oké, draaien met de fles. En 3, 2, 1. Daar gaan we weer. Heel goed. Blijf draaien. Je lichaam gaat naar links, je benen gaan naar rechts. We zijn over de helft. Nog 10 seconden. Hou vol. Oké, keurig. Op naar de plank. Dan mag je even zo staan. Zo. 5 seconden. 4, 3, 2. Oké, daar gaat hij. Ja. Je rug is recht, is vlak, dus ik zak niet weg in mijn rug. Mijn hoofd is in de verlengde van mijn lichaam en zo blijf ik staan. Heel goed. Vijf seconden nog. Oké, perfect. Naar de laatste oefening. De buikspier met de fles. Vijf seconden. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Keurig, nog 10 seconden. Hou vol. Oké, perfect. Goed gedaan. Nou, als je even wat wilt drinken, kun je even een slokje drinken. Ik ga de volgende oefeningen uitleggen. De eerste oefening is weer met de fles. Ik heb mijn voeten zo meteen wijd. Een klein beetje naar buiten. De fles heb ik vast. Ik zak door. En hier ga ik met mijn armen bewegen, daar. En tegelijkertijd blijf ik door mijn benen gezakt. Dus ik blijf laag. Ik kom niet omhoog. Ik blijf laag, daar. Op. Op. Dat is oefening 1. Oefening 2. Mijn voeten zijn uit elkaar. Handen zijn op schouderbreedte. Ik zak door en ik druk uit. Elleboog op de grond. Ik kom naar voren. Mijn lichaam is los. En hier druk ik uit. Oefening 3. Heb ik weer het elastiek. Ik ga zitten. Voeten zijn ietsjes wijd. En hier, mijn rug is recht. Daar trek ik aan. Op. 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 Seated row. Dus zittend roeien. En de laatste van blok 1 is vegen. Een klein beetje spanning. Hup. Hup. Ik veeg weg. Terwijl ik veeg, gaat mijn arm naar beneden. Want ik wil iemand hier naar beneden. Hup. Hup, hup, hup.
als ik sta, sta ik een beetje wijd. Dus hier kan ik niet verder. Dit is niet goed. Zo. Ik sta wijd. Veeg. 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 Hup. En mijn kleine teen blijft aan de grond. Kleine teen aan de grond. En dat hoor je ook. Hup. 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 Oké. Oefening 1. Squat met de fles. Klaar. 3, 2, 1 en go. Heel goed, ik blijf laag staan. Mijn armen, mijn schouders doen het werk. En natuurlijk mijn benen, omdat ik door mijn benen gezakt ben. Tien seconden nog, hou vol. Dit is een pittig blokje met zware oefeningen. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed zo. Op naar de stofzuigers. Voeten zijn wijd, handen zijn op schouderbreedte. 3, 2, 1 en daar gaan we. Keurig. Je komt naar voren, je ellebogen zijn aan de grond, je lichaam blijft los. Heel goed, we zijn halverwege, 15 seconden. En 3, 2, 1, perfect. We komen zitten, voeten zijn iets uit elkaar, pak de uiteinde van het elastiek. En daar gaat hij. Trek aan. Je rug is recht. Ellebogen langs je lichaam. En natuurlijk moet je ook knijpen in het elastiek. Nog 10 seconden. Drie, twee, 1. Oké, we komen staan. De laatste oefening van blok 1 is vegen. Je voet, je kleine teen blijft aan de grond. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat ie. Hup. En als je vader of moeder thuis nog niet heeft stofgezogen, kun je gelijk even door de woonkamer zo vegen met je voeten. Loop je gewoon een rondje, als je binnen een half minuut terug bent, is het goed. Nog 10 seconden. 3, 2, 1. Oké, keurig. Op naar oefening 1. Squat met de fles. Drie, twee, één en let's go. Daar gaat hij weer. Zak goed door je benen. Je voeten wijzen heel goed. Iets naar buiten. Je rug is recht. Nog 10 seconden. Hou vol. Een hele complete oefening voor je schouders en voor je benen. 3. 2, 1. Oké, we gaan door met de stofzuigers. De voeten zijn wijd, handen zijn op schouderbreedte. En 3, 2, 1. Daar gaan we. Probeer je lichaam los te houden. Je benen blijven bijna gestrekt. Je knieën blijven los van de grond. Nog 10 seconden. Hou vol. En blijf uitduwen met die armen. Ook al wordt het wat zwaarder. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, perfect. We komen zitten. Pakken het elastiek vast. Drie,
3, 2, 1 en daar gaat hij. Rug recht, ellebogen langs mijn lichaam naar achter. Perfect, hou vol. Nog 10 seconden. 3, 2, 1. Oké, dan komen we weer staan. En gaan we verder met vegen. Hoeft niet te veel kracht. Hup. Er moet een bepaalde swing in zitten. En go, daar gaat hij. Dus een bepaalde souplesse. We zijn halverwege. Hou vol. En 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Oké, keurig. Oefening 1 van blok 1. De squat met de fles. Vijf, vier, drie, twee, één. En daar gaat hij. Zak weer goed door je benen, voeten ietsjes uit elkaar. Ik sta laag en rechtop. Tien seconden nog. Drie, twee, één. Oké, perfect. Volgende. Laatste keer nummer 2, de stofzuigers. Klaar. En go, daar gaan we. Heel goed. Nog 10 seconden. Hou vol. Nu begint het ook wat zwaarder weer te worden. Kom aan. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed zo. Zit het roeien. Klaar. En go. Daar gaat hij. Nog 10 seconden. Hou vol, blijf knijpen in die armen. Blijf je elleboog langs je lichaam naar achter trekken. 3, 2, 1. Oké, we komen weer staan. Laatste oefening. We vegen op de plaats. En 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. Nog 5 seconden. 5 seconden. Oké, perfect. Heel goed. Als je even wat wilt drinken, kun je wat drinken. Ik ga het volgende blokje uitleggen. De eerste oefening. Ik ga weer op het uiteinde van het elastiek staan. Elastiek gaat in mijn nek. Ik sta rechtop en ik maak hier de squat. Daar. Laag. Hebben we vorige week ook gedaan. Oefening 1. Oefening 2. Handen zijn schouderbreedte. Ik zak laag. Ik duw omhoog. 1 arm omhoog. Ik draai mijn lichaam mee. Naar beneden. Op. Andere kant. Laag. En op.
laag en ik draai op. Oké, oefening 3. Ik sta met 1 been voor, met links ga ik voor staan. Handen heb ik vast en ik trek alleen hier aan. Op, 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 daar. Ja. Oefening 3. Oefening 4 ga ik uchikomi rechts maken. 5 keer uchikomi. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ga ik 1, 2, 3, 4. En dan ga ik weer 5 keer uchikomi. Hup. Daarna weer 4 keer vegen. Oké, oefening 1. Squat met het elastiek. De timer ga ik weer aanzetten. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Hou je rug weer goed recht. Knieën achter je tenen. Je billen gaan naar achter. En hier hou ik de oefening. 10 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké, keurig. Oefening 2. Opdrukken en ik lift 1 arm en ik draai me rond. Klaar en go. Daar gaan we. Laag en op. Heel goed. En andere arm. Dus je mag helemaal je lichaam meedraaien. Ook je voeten. Ik zak in en ik druk uit. Perfect. We zijn halverwege. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. Oké, we komen bij het elastiek. We staan met links voor. Belangrijk, links voor. Want dit is de andere kant als dat we dadelijk uchikomi gaan maken. Dat is expres. Dus we trekken links aan. 3, 2, 1. Daar gaat hij. Omhoog. Bijna gestrekte armen. En op. Ga door. Goed zo. 15 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, perfect. Nou, daar gaat hij. 5 keer uchikomi. Nu naar rechts. Net deed ik aantrekken links. Uchikomi is nu rechts. 5 keer. 4 keer vegen. Klaar. En go. Daar gaat hij. Uchikomi. 5 keer. En 1, 2, 3, 4. En 5 uchikomi. Hup. 2, 3, 4, 5. En weer veeg. Ik stap, stap, yes. En weer door. Goed zo. 4, 5. En weer veeg. Hup. 2, 3, 4. En uchikomi. Oké, stop. Heel goed. Oefening 1. Oh ja, de squat met elastiek. We hebben nog 10 seconden. 1 elastiek weer in de nek. De rug is recht. En start. Daar gaat hij. 30 seconden. 10 seconden nog. 3, 2, 1. Oké, volgende oefening. Opdrukken met armliften. Drie, twee, één. Daar gaat hij. 1 en omhoog. Je mag helemaal doordraaien. Je hoeft niet helemaal zo ver zoals Melchior gaat. Tot recht is ook goed. Zorg dat je in balans blijft, dat je niet van een arm afvalt. Halverwege.
Nog 10 seconden. Drie, twee, één. Oké, perfect. Links aantrekken. Klaar. En daar gaat hij. Ga door, ga door, ga door. Tien seconden nog. Drie, twee, één. Oké, perfect. Volgende oefening. Vijf voetje komi. En weer vegen. Klaar. En daar gaat hij. Eerst vijf voetje komi. En vegen. 1, 2, 3, 4. En weer hoedje komisch. Yes. Oké, daar gaat hij weer. Yes, en 5. En weer vegen. Hup, 2, 3, 4. En hoedje komisch voor. Oké, perfect. Laatste keer oefening 1 van blok 2. We beginnen weer met de squat. Elastiek is in de nek. De voeten staan op het uiteinde. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Nog 10 seconden. Hou vol, heel goed. 3, 2, 1. Oké. Opdrukken, één arm omhoog heffen. Klaar. En go, daar gaat hij. En op. Laag en omhoog, heel goed. Vijftien seconden, hou vol. Drie, twee, één. Oké, keurig. Oefening drie, links aantrekken, dus mijn linkerbeen staat voor. En drie, twee, 1, oké, daar komt hij. 30 seconden. Heel goed. Bijna halverwege. Tien seconden nog. En door, en door. Ook als het zwaar in je schouders wordt, blijf toch je armen hoog trekken. Oké, perfect. Vijf uchikomi, vier keer vegen. En de uchikomi doen we dit keer naar rechts. Drie, twee, één, daar gaat hij. Twee, drie, vier, vijf. En daar komt hij weer. Veeg, twee, drie, vier. En weer uchikomi. En weer zij. Hup, 2, 3, 4. Yes. En weer door. Keurig. En 5. En daar komt hij. En door. Oké, perfect. Dit was blok 1. Blok 2 natuurlijk. We gaan verder naar blok 3. En de eerste oefening van blok 3. Ik sta zo meteen laag. 5 seconden. Na 5 seconden geef ik een seintje en dan spring je. Hup. 2, 3,
4 en 5. En dan sta ik weer 5 seconden laag. Dan geef ik weer een seintje en springen we weer omhoog. Dat doen we ongeveer 3 keer. Daar zijn we ongeveer 30 seconden mee bezig. Want 5 seconden, 5 keer springen is 10 seconden in totaal. Oefening 2. Ik sta op het elastiek. Mijn armen zijn omhoog. En ik strek daar. Op. Op. Die kant op. Ellebogen blijven naast elkaar. Naar het plafond. Dus niet hierheen of naar buiten. Ik ben hier en daar strek ik. Die kant op. Oefening 3. Net heb ik gedaan links aantrekken. Nu, nu ga ik rechts voor staan en rechts aantrekken. Hup, 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 hup. Ja, 30 seconden. En het laatste, de laatste oefening van dit blokje. Ik maak uchikomi links. 3, 4, 5. En na 5 ga ik 4 keer weer vegen. 4 en dan ga ik weer door met links. Links, hup, links. Oké, oefening 1. 5 seconden en 5 keer springen. De timer gaat weer aan. 3, 2, 1 en go. 5 seconden laag. En go. 5. En laag, keurig. 5 seconden. En go. Daar gaat hij op. En weer 5 laag, de laatste keer. En op, yes. Perfect, oké. Pak de uiteinden van het elastiek. Je staat op het elastiek, armen gaan omhoog. Voor de tricep press. Nog 5 seconden. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Strek omhoog, heel goed. Je mag je armen helemaal strekken. Bij Melchior zijn judopak zie je dat niet goed, maar hij strekt helemaal zijn armen. Nog 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. Oké, volgende oefening. Rechterbeen is voor. En 5, 4, 3, 2, 1. Yes, daar gaat hij. Op, 2, heel goed. 30 seconden, kom aan. Heel goed, je armen blijven bijna gestrekt. Tien seconden nog, hou vol. Oké, perfect. Uchikomi links en vegen. We hebben nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, daar gaat hij. 5 keer. 3 en 5. Ja, en veeg. Hup, 2, 3, 4 en 5 links. Kom aan. En weer vegen. Yes. En weer vegen. Komt ie. Hup. 2. Oké. Perfect. Oefening 1. 5 seconden laag. 5 laag. En 5 keer spring ik omhoog. 3. 2. 1. Daar gaat ie. 5 seconden. En go, op, 2, 3, 4, 5 en blijf weer laag. En op. En weer laag, laatste 5 seconden. En op. Yes, we gaan door met de tricep press. Ik sta weer op het elastiek. Mijn armen gaan omhoog.
3, 2, 1 en daar gaat hij. Strek omhoog. We zijn halverwege. Ga door, ga door, ga door. Laatste paar seconden. Kom aan. Ook als je het heel zwaar hebt, probeer toch te blijven uitduwen. Oké, perfect. Oefening 3. Rechterbeen is voor. Vijf, vier, drie, twee en daar gaat hij. Op, yes, twee. Goed zo, ga door, ga door, ga door. Tien seconden, hou vol. Oké, perfect. Volgende oefening. Vijf voetjes komen links. Vier keer vegen. En vijf seconden nog. Drie, twee, één. Daar gaat hij. En vegen komt hij. Vier, drie, twee, één. Yes, en op. Ja, en dan gaat hij weer. Yes, en weer vegen. Hup, twee, drie, vier. Oké, perfect. Op naar oefening 1. Vijf seconden laag, vijf keer springen. Laatste blok. Laatste vier oefeningen van vandaag. Nog vijf seconden. Drie, twee, 1 en daar gaat hij. Op. 1, 2, 3, 4, 5. En blijf weer laag. Op. Keurig. En de laatste 5. Yes, perfect. De tricepres. Vijf seconden nog. Drie, twee, één. En daar gaat hij. Come on. Zeker de laatste 30 seconden. Heel zwaar voor de triceps. Probeer de oefening toch goed uit te blijven voeren. Strek je armen. Op. Op. Nog 15 seconden. Hou vol. Ellebogen blijven naar voren, niet naar buiten. En 10 seconden nog, kom aan. 3, 2, 1, oké, keurig. Oefening 3, rechterbeen is voor. En klaar, yes, daar gaan we. En door, en door, en door, en door. Vijftien seconden nog. Vijf seconden. Oké, perfect. Laatste oefening. Links hoetje komen hier vijf keer en vier keer vegen. En 5, 4, 3, 2, 1, daar gaat hij. En vegen, yes, daar gaat hij. 2, 3, 4, en weer door. 5, 4, 3, 2, 1, en weer veeg. Heel goed, yes.
En veeg, de laatste keer. Yes, oké, okay, perfect. Heel goed gedaan. Dit was alweer de derde StayFit judo training. En wil jij nou ook een t-shirtje winnen? Doe dan het filmpje of de foto die je hebt gemaakt tijdens de training op social media zetten. Tag daarin mij en Judo Vlaanderen. En misschien ben jij degene die volgende keer het shirtje hebt gewonnen. Voor vandaag wil ik iedereen weer bedanken dat jullie hebben deelgenomen. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Als laatste groeten we af. We staan rechtop. Reet.